José heeft een belangrijke rol gespeeld in de jaren 70 en 80 in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Maar ook daarvoor was er al damesvoetbal. Hier beelden uit de jaren 50 en let ook vooral op het commentaar. Hup, Holland, hup. Laat Leeuw niet in zijn hemdje staan. Waarlijk, de Leeuw bleef niet in zijn hemdje staan tijdens de voetbalwedstrijd die de Nederlandse dames in Essen speelden tegen Duitsland. Goed kopwerk droeg bij tot het aanzien van de Duitse Brunhildes, die in het algemeen wat harder waren dan de oranjebloesjes. In de 25e minuut gaf Oosterbuurvrouw Beckman onze keeper Gien van Manen het nakijken. 18.000 man publiek raakte van de kook toen Duitsland weer ten aanval trok. Maar onze Gien was nu op haar plaats en ze ontfermde zich moedelijk over de bal. Uit het kanjer van een corner scoorde het linkervoetje van Ilse Nibberich het tweede Duitse doelpunt, dat diepe indruk op de heren der schepping maakte. De Duitse voetbalsters hielden nog lange tijd een veldmeerderheid, vooral dankzij juffrouw Beckman, die een uitstekend figuur had. Een sloeg. Dat bedoel ik nou. Die een uitstekend figuur had. Ja, sloeg. Ja. Zo ging dat, hè? Ja. Zo ging dat. En ook dat moederlijk ontfermen over de bal vond ik ook wel zo'n... Maar nu heb je nog mannen die... Ik heb ook buiten dames ook heren getraind. En dan kwam ik met die mannen bij ergens, gingen we voetballen. En dan vroegen ze, waar is de trainer? Ja, ik zeg, ja, dat ben ik. Mevrouw? Nog? Nu? Ja, kom eens. Ja. Er zijn genoeg dames die veel beter kunnen voetballen als mannen. Alleen het fysieke stuk, dat blijft altijd bestaan. Ja. Dat verandert mannen nooit. Zijn sterker, dat blijft. Ja, dat blijft. Maar ik bedoel, techniek, spelinzicht. Er zijn genoeg dames die... Maar als je dit voetbal zag, uit de jaren 50, 55... Ah, dat lijkt nergens op. Dat was niet veel, hè? Nee, dat is geen voetbal. Dat is gewoon bezig zijn met iets. Weet ik het. Dat zie je meteen. Maar was dat in jouw tijd beter dan? Ja, in onze tijd. Wij kregen toch gerichte trainingen. Niet net als nu. Maar ik bedoel, in Zeist, ja, met Bert Woutersen toenertijd... dat was een hele goede trainer. Ja, hier zien we beelden uit jouw tijd dan, hè? Dit, ja. Ajax-shirt, hè, dat ben ik. Oh, jij komt daar aanstormen op die bal. Ja. Ze noemden jou de vrouwelijke Johan Cruijff. Wat voor voetballer was jij dan? Ik was een spits. Ik was snel. Ik scoorde veel. Technisch inzicht, tactisch. Ik had wel, niet om te stoffen, maar ik had wel iets van hem weg. Anders had ik die naam nooit gekregen. Nee. Ik heb hem ook een paar keer ontmoet. Dus, ja, ze viel me gisteren op, toen las ik in de krant... nou noemen ze de trainster van het Nederlands zelf, al noemen ze Wiegman, hè? Noemen ze nu weer de vrouwelijke Michels. Ja. Zo word je toch altijd weer met mannen vergeleken dan, hè? Ja, goed. Maar ja, het vrouwenvoetbal bestaat eigenlijk al heel lang. Maar in Zeist moeten ook dames in die kringen... komen zitten die wat te zeggen hebben. Dan bereik je iets. Het zijn nog allemaal grijze pakken, hè, bij de KNVB, volgens mij. Vaak wel. Ja. Eigenlijk was ik er verbaasd over dat er in de jaren 70 en 80... al een oranje vrouwenelftal was. Nou, ik niet, maar goed. Nee. Maar hoe ging dat in die jaren, José? Wat voor faciliteiten hadden jullie? Hoe ging het werk? Nou, hoe ging het in zijn werk? Over het Nederlands elftal? Ja. Nou, wij hadden 3 centrale trainingen in Zeist. Je moest met de trein of... Je zag maar hoe je in Zeist kwam. Je kreeg... We hadden allemaal onze eigen trainingsspullen aan. Een bonte kermis was het, hè? Ik bedoel, ieder had zijn eigen... Je moest je eigen lunchpakket meenemen. Je eigen drinken. We konden douchen en dan weer naar huis. Maar je kreeg niks eigenlijk? Nee. Het kostte alleen maar? Het kostte alleen maar, ja. Ja, misschien af en toe 10 gulden voor de trein, maar ik kan het me niet herinneren. Nou, heb jij 16, 17 jaar in het Nederlands elftal gezeten en op hoog niveau gevoetbald, hè? Ja. In allerlei teams. Hoe is dat nou om zoveel jaar met een sport bezig te zijn die eigenlijk totaal niet serieus genomen wordt? Waar alleen maar om gelachen wordt? Ja, dan... Daar heb ik me vaak, en nu nog, heel boos om gemaakt. Ik zeg straks, we zijn gehuldigd na 46 jaar. Dus we lopen 40 jaar achter bij andere landen. Daar hebben we beeld van. Jullie zijn gehuldigd, hè? Hier staan jullie bij de huidige leeuwinnen, hè? Leuk is dat. Ik zie jou vooraan staan, hè? Derde van links. Ja. Hoe was dat? Was prachtig. Dat was prachtig om die... We hebben een lunch gehad met ze in Zeist. En als je dan die dingen vertelt van vroeger, van onze tijd... Hier met Danielle van der Donk, hè? Ja, Danielle van der Donk en Miedema. Ja.
die dames die snapten er helemaal niks van. Nee. Ik bedoel, wij hadden een trainer en een verzorger en nu hebben ze een staf van 20 man. Alles erop en eraan. Ja. 40 jaar te laat. Ja, je zegt het is leuk die huldiging, maar het is eigenlijk belachelijk. Ja, dat het nu pas was. Ja, ja, ja. Hoe ben jij nou bij het voetbal terechtgekomen? Je groeit op in Helmond, hè? Ja. En het voor meisjes lag het natuurlijk niet voor de hand in de jaren 60 om te gaan voetballen, toch? Er was helemaal niks. Er was geen voetbal. Ik voetbalde met mijn broers en wat buurjongens op een klein veldje. En ik was het enigste meisje. En ik wilde toch wel iets aan sport gaan doen. En toen ging ik maar korfballen, want er was geen voetbal. Zeker niet voor meisjes of dames, whatever. Maar daar vond ik ook niks. Dat bal ik in een mandje gooien. En toen toen is er cafévoetbal, kun je nagaan. Cafévoetbal opgericht. Iedere kroeg had een team. En die voetbalden tegen elkaar, bij ons in de buurt. En zo is dat een beetje begonnen. En toen heeft Bavos, mijn eerste club in Bakel, die hebben dames opgericht. En daar heb ik een aantal jaren gespeeld. En toen naar Braakhuizen. En daar heb ik ook lange tijd gespeeld. Maar het spelletje, het was gewoon jouw spelletje. Dat voelde je al aan. Ja, ja, dit is de rode draad in mijn leven, voetbal. Ja, ja, en dat korfbal. Want er waren natuurlijk allerlei sporten die als vrouw... dat boeide me helemaal niet. Volleybal. En nou nog niet. Nee. Ik heb alleen maar iets met voetbal. Ja? Ja. Ja. Ja, want je bent ook lang trainer geweest. Ja. En waarom ben je ermee gestopt eigenlijk, een paar jaar geleden? Ja, ik ben eigenlijk bloedfanatiek. En ik kan er niet tegen als iemand er de kantjes afloopt of whatever. Dan is het meteen zondag niet spelen. En vond je die meiden soms niet fanatiek genoeg? Nee, ja, klopt. Ja? Ja, die vond ik... er waren er bij die waren hartstikke fanatiek. Maar er waren er ook bij die in mijn ogen geen voldoende kregen. En dan heb je ouders die dat wel vonden. En toen begon het me tegen te staan. Toen zei ik, nou moet ik stoppen. Ja, ja. Dit ja. gaat te ver. Maar dat was te recreatief voor jou of zo? Ja. Jij wilde echt... Ik wil resultaat. Punt. En eigenlijk is dat de reden dat je gezegd hebt, nou, ik kap ermee. Ja. Even nog over het voetbalklimaat in Nederland. Je zei net al, te veel vrouwen voetbal in het buitenland, omdat er hier geen mogelijkheden zijn. Ja, klopt. Gaat ons dat de kop kosten weer in de toekomst als het gaat over vrouwenvoetbal? Ik hoop nu dat men nu doorpakt. Want al die dames zitten in het buitenland omdat de competitie hier niks voorstelt. Niks wil ik niet zeggen, maar niet veel. Maar er moet een goede eredivisie voor vrouwen komen. Juist. Ja. En als ze nou bij Ajax en bij PSV hebben ze dus dames, bij Feyenoord nog steeds niet, bij andere eredivisieclubs niet, dan moeten ze een paar ton investeren. Nou, dan betalen ze die profs maar een ton minder. Dan kunnen ze dat in de dames steken. Een klein beetje overhevelen. Nee, maar ik bedoel, het moet wel serieus genomen worden. En dan nog die ene vraag. Moet je nou jonge meiden die beginnen met voetballen met jongens laten voetballen? Ja. Of moet je ze helemaal apart zetten? Nee, gewoon met jongens laten voetballen. Want? Dan ontwikkelen ze zich goed. Hè? Want ik zie wel eens trainingen van meisjes. En dan denk ik, die leren niks. Die leren niks. Dus als je ze dan tussen de jongens laat staan, tot aan de B, dan steken ze best veel op. Ja, ja, ja. Maar vaak is het dan ook een meisje van 15 of 16 die dan terug naar de dames moet. In de omgeving zijn niet echt... ik heb een talent uit Helmond gehad en die wilde hoog voetballen. En toen trainde ik Prinses Irene nog. En toen zei ik, dan kom naar Nistelrode. Ja, mijn ouders gaan niet drie keer in de week op en neer rijden naar Nistelrode. En dan houdt het op voor zo'n meisje. Ja, dat is wel jammer. Dan houdt het op, ja, inderdaad. Goed, nou, jij blijft ze volgen in Frankrijk. Wij ook natuurlijk, ja, hè? Aanstaande woensdag. Ja. Ga je nog naar Frankrijk toe, of niet? Nee, ik ga nu nog weer naar Zeeland straks. Je gaat het lekker in de caravan bekijken. Precies. Wat ze ervan maken.